Hallo, ik ben Willem van voorbeter.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar aftrekken van grotere getallen. Als je getallen gaat aftrekken van elkaar, dan kom je altijd lager uit dan waar je begon. En één trucje daarbij is dat je sowieso kunt werken met getallijnen. 0, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. En ik ga even een stukje door. Oh, 10, 11 is natuurlijk. 12, 13. Dat is ver genoeg. Goed, stel ik heb nu de simpele som. En ik zal jullie ook even die getallenlijn laten zien. Stel ik heb nu de simpele som. 12 min 4. Dan kan ik op 12 beginnen en 1, 2, 3, 4 stapjes terug zit ik op de 8. Of stel ik zou de som hebben 5 min 3, dan zit ik op de 5, ga ik 1, 2, 3 stappen terug. En dan kom ik uit op de 2. Goed, dit is de basis van aftrekken. Alleen als we dat met grotere getallen gaan doen, dan komen er wat kleine, snelle details bij. Bord leegmaken. Namelijk met kleine, snelle details bedoel ik. Stel we hebben de som 100. 38 min 9. Dit kun je uit je hoofd doen. Dan kun je in één keer natuurlijk zeggen, oh, dat is 139. Maar ik ga hem gelijk even in een iets andere notatie opschrijven. Ik schrijf ze onder elkaar. En nu ga ik kijken van 8 min 9. Kan dat? Voor degene die negatieve getallen hebben gehad, ja, dat kan. Maar op dit niveau zeg ik even 8 min 9... Dat kan niet. Wat wel kan, is bijvoorbeeld 18 min 9. Of desnoods zelfs 38 min 9. 38 min 9 is 7 stapjes terug. Sorry, 9 stapjes terug van 38. Dus dat is 29. Wat ik dan doe is de 29 die ik hier heb, schrijf ik hier de 9 van op. En van deze 3 maak ik een 2. Goed, 2 min x is en blijft 2. 1 min x blijft 1. Dus nu heb ik deze simpele som al opgelost. Voor grotere getallen werkt het trucje exact hetzelfde. Stel ik heb, ik doe maar even wat, 5.636.229 min 86.128. Het is gelijk groot, het is gelijk veel, maar het is ook weer snel te doen. Namelijk 9 min 8 is 1. 4 min 2 is 2. 2 min 1 is 1. 6 min 6 is niks. 0. 3 min 8, dat gaat niet. 63 min 8 kan ik nog wel doen. Dat is 55. Dus dan schrijf ik hier een 5 op. Deze 6 wordt een 5. 5 min x is 5. En 5 min x
is weer 5. Dus dan heb ik ook deze wat moeilijkere ook voor elkaar gekregen. Hier zat nog maar 1 keer die vreemde wisseling in. Dat we een 6 in een 5 moesten veranderen. Dat gaan we nu nog een keer doen. En nu pak ik 2 getallen die sowieso problematisch worden om van elkaar af te trekken. Omdat de getallen waarmee ik uitkom, nou ja, heel vaak wat vervelends hebben. Namelijk, stel ik pak 120.630. En daar trek ik vanaf 1, 5, 8, 2. Oftewel 1582. Als ik deze van elkaar af ga trekken, heb ik weer 0 min 2. Kan niet. 10 min 2 kan wel. Is 8. Had ik natuurlijk moeten zeggen. 30 min 2 is 8 en 20. Dus 8 en 20. 2 min 8 kan ook niet. Maar 62 min 8 is, moet ik heel even zelf nadenken, is 54. Dus, hier komt 4, deze 6 wordt een 5. 5 min 5 is 0. 0 min 1 kan niet. 20 min 1 is 19. Ah, dat kan wel. Dus 20 min 1 is 19. Dus 9, 1. 1 min x. Ah, dat kan gewoon. Dat is een 1. En 1 min x is 1. Dus deze twee getallen van elkaar afgetrokken levert op 119.048. Goed, dit is de basis van aftrekken op voorwaarde dat de uitkomst positief blijft. In een vervolgfilmpje zullen we gaan kijken naar negatieve getallen en hoe aftrekken werkt om in negatieve getallen uit te komen. Bedankt voor het kijken.